Christmas, Merry Christmas. You hear no ding 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 ding. Oh, ik heb je nog steeds dat filmpje niet gestuurd, joh, van Annie Jorning. Dat moet ik nog even doen. Kut. Shit, helemaal vergeten. Dat ga ik nog wel even doen. Welkom allemaal bij een hele speciale aflevering van de Spokenjagers, de Christmas Special. Een ruim programma gevuld met allerlei leuke dingen. Ongeveer een uurtje, 5-6 gaat dit duren. Een beetje als een All You Need Is Love kerstspecial. Maar dan kerstmarathon, kerstmarathon, maar dan leuker. En ik denk dat dit dermate baanbrekend zal zijn, Mark, deze aflevering. Dat er zo gigantisch veel... gemoederen aan doen, weet ik veel wat dan. Dat wij straks krijgen dat het niet meer. Dat de jaartelling niet meer begint bij de geboorte van Christus. Maar bij de uitzending van de podcast, de kerstspecial van de Spokenjagers. Dat denk ik haast wel. En dan gaan jullie nu. De nieuwe Jezus. Ja, gaan jullie nu met elkaar getuigen van zijn. Veel plezier. Ja, de kerst. Oh, ik heb er zo'n zin in. Ja, heb je al een beetje een kerstgevoel? Ja, vanmorgen. Maar dat kwam eigenlijk waarschijnlijk door dat broodje ei wat ik gegeten heb. Dat ik daar een kerstgevoel voor heb. Nee, ik heb helemaal geen kerstgevoel eigenlijk. Totaal niet. Ik ben helemaal niet... Nee, ik heb echt helemaal geen kerststemming. Wat ik wel vaker niet heb, maar nu helemaal niet. Misschien dat ik, als je hoort, wat verkouden ben. Ik voel me niet fit. Ik heb ergens iets van, griep heerst, hè? Griep heerst. Ik ben net klaar. Maar goed, wij normaal gesproken doen we elk jaar eigenlijk... sinds dat we de podcast doen we dan zo'n filmpje. Hè, dat jij en ik even in beeld zijn. Hebben we besloten om dit jaar jullie dat niet aan te doen. A, omdat ik er niet uitzie. B, omdat Mark veel te sexy is voor de camera. En weet je, dan krijg je zulke contrasten. dus doen we het maar een keer zo. Nee, we zijn gewoon fucking lui. En we doen het lekker zo. 2022 zit er bijna op. Gelukkig. Ja. En we zijn nog... Wat gaat 2023 ons brengen? Oh joh, dat wordt nog veel leuker. Dur. En godverdomme, ik kijk er nu al niet naar uit. Maar goed, we gaan het toch even belangst. Dus de hoogte, dieptepunten van dit jaar. Dan hebben we dit weer dus ouderwets niet voorbereid. Ja. Maar gelukkig hebben we steun vanuit de groep die allerlei suggesties... Hé, jullie kunnen het hierover hebben. Jullie kunnen het daarover hebben. Maar zo... Oh ja, dat kan ook. dat is ook zo. Lekker terugblikken. Lekker terugblikken op een jaar vol spanning, seks, sensatie, zand en zeefdrukkunst. Allemaal... Dan klinkt het zo raar. Ik vond 2022 vond ik het een leuk jaar. Voor Ghostbusters, heel eerlijk, nee. Nee, dat is bar weinig. Bar weinig. En ik... gaan we nu weer zeiken, jongens? Ja, we gaan weer zeiken. Nee. Het is 2022 was rustig. Mm-hmm. Maar was wel de aankondiging naar een best wel veelbelovend volgend jaar. Toch? Nou ja, goed. Als het op Ghostbusters gaan. Als het op Ghostbusters gaan. Maar dit jaar was gewoon heel matig. Ik heb op een gegeven moment zelfs bij de mensen waar ik dan... Bij de dealers, de drugs. Waar ik dan gewoon mijn Ghostbusters normaal koop. Heb ik een paar keer gebeld dit jaar. Ik zei, jongens, doen we iets verkeerd? Mis ik iets? Ik kom gewoon echt helemaal niks. Ja. En van Jos van Vision Toys, die zei... Nee, er is echt niks. Er komt echt niks. En ik bel hem altijd één keer per maand of zo. Even, joh, heb je nog nieuws? En stevast is zijn antwoord nu... Niets wat jou interesseert. En hij weet het gewoon. Weet je, Star Wars fans zijn blij natuurlijk. Ik weet eigenlijk niet of daar veel van komt. Ja, volgens mij druppelt dat altijd wel door. Maar, weinig leuke dingen. Niets wat mij interesseert. Dus dat is dat. Ja, we hebben allemaal jouw verzameling nog gezien.
En een beetje onder het mond van, nou, laat ik dan maar Ghostbusters ervoor zetten, dan valt het niet op. Maar we zien het wel hoor, Dreisma. Weet je wat het zo matig maakte? Het was die, ja, natuurlijk die fanfest in juni met de Ghostbusters Day. Ja. Ja, dan worden natuurlijk super dingen aangekondigd. Ja, en dan is Hasbro aan de beurt. Ja, en dan valt dat toch even tegen. Oh, dat was het enige waar ze mee kwamen, dat was ja, een update van de HasLab pack. Nee. En dat ze een Ivan Reitman poppetje gingen veilen. Ja, ja, jij bedoelt met dat Hasbro Pulsecon. Nee, op de fanfest. Op de fanfest. Oh, ja. Hoe heet ze nou? Die Whitlock. Hoe heet ze nou? Jenny Whitlock? Ja, je kent haar wel. Jenny van, ach, weet je, haar zus, die moet tante zeggen tegen haar eigen tante. Dat is heel gek. Ja, nou, die dus. Ja. Die kwam alleen maar melden dat er niks aankwam, ja. Behalve dan een... Wat? Nou ja, dat is wel waar. Ik zeg dit een lach. Die kwam echt melden dat er niks kwam. Hallo, ja. Er komt niks. Happy Ghostbusters Day. Congratulations, everybody. Congratulations. There's nothing to pre-order right now. So. Ja, er is niks verder. Dus, hey, iemand koffie? Maar we hebben een geweldige upgrade voor de HasLab pack. Ja, de metalen onderdeeltjes. Ja, de ja dat is wat je wil horen op zo'n dag natuurlijk. Ja, de HasLab pack. Daar word ik wel heel blij van. Vooral omdat ik hem niet besteld heb. Tja. Dat is... Ja, hij is nu uit. Ja, hij is nu uit. Hij is nu uit. Laten we daar even over hebben. Hij is nu uit. Hebben we dat alvast gehad? Ja, hebben we die ellende alvast gehad. Kan ik tenminste een beetje normaal doen. Hij is nog net voor de kerst. Bij sommigen druppelt hij binnen. Het is net een geslachtsziekte. Het druppelt een beetje zo. En dan, ja, bij sommigen ja, wel. Het wordt bij met de dag meer. Het wordt met de dag meer. Het begon bij eentje. Het is, in Dublin werd de aftrap gegeven. Ja, het verspreidt zich heel fijn over de bevolking. En inmiddels, Europa alleen, hè? You only deze keer. Ik vind dat zo gaaf. Kijk, ik heb hem zelf niet besteld. Maar ik vind het zo gaaf om te zien dat al die Amerikanen echt zo gigantisch lopen te miepen over het feit dat door de verandering eens een keer iets in Europa eerder verkrijgbaar is dan bij hun. Dus ik denk, wat zijn jullie een stelletje kleine kinderen met elkaar. Mie. Verwend en verpest, joh, daar. Echt van dat... Echt, ik denk, ja joh, doe even normaal, man. Kom op, zeg. Maar ja, we hebben hem eerder. Xavi heeft voor de kerst een aantal mensen... Ik zag vandaag weer een stuk of wat binnenkomen. Heel gelukkig gemaakt. Ik heb ook eerst een unboxing. Onverwachts ook, hoor. Ja, best wel. Ja, best wel. Ja, kijk, nou ja, ik heb hem niet genomen destijds... omdat het financieel gewoon niet uitkwam. Ik dacht dat ik hem gelijk moest aftikken. Dat hoefde dus blijkbaar niet als je hem met Klarna via Xavi bestelde. Want dan betaal je hem pas als die uit is. Nu. Dat wist ik dus niet. Ik heb hem toen gepast. En nu is hij uit. Ja, nu had ik hem makkelijk kunnen betalen. Maar ja, goed. Ik ben te laat. Ik heb wel een paar verschrikkelijke vieze aanbiedingen gekregen via allerlei kanalen. Dan kan ik hem voor €900 kopen. Voor €1100 kan ik hem kopen. Ja, nou ja, dat soort seksuele activiteiten doe ik niet aan. Daar leen ik me niet voor. Dus het ziet er nou uit dat ik hem niet ga krijgen. Ja, schijnbaar werkt het. Want even kijken, de pack op Marktplaats is inmiddels weg. Ja, oké. Okay. Nou, dan heeft hij... Dus is er toch iemand die hem waarschijnlijk niet voor die prijs, hoor. Waarschijnlijk iets minder. Nou ja, ook al maar ook nog. Toen ik voor het laatst keek stond hij voor 650. Ja, 600, 650 zo. Nou, maar... Dus misschien dat hij voor die prijs weg is gegaan. Nou, maar dan heb je nog €200 verdiend. Ja. Heel snel. Ja, het is van de zotte dat je het voor dat soort prijzen natuurlijk verkoopt. Maar ja. Ja, ik heb daar moeite mee, dus ik ga het niet doen. Dus als iemand nog ooit zegt van... Hey, ik heb één besteld of ik heb één twee keer besteld... en je wilt er vanaf... Ik hou me van harte aanbevolen, meld je. En je hoeft hem heus niet voor de marktprijs weg te geven. Dat snap ik heus wel. Maar, weet je, 900, 1100 en dan beginnen we, hè. Op eBay staan echt van die anaalfuckers die het nog veel extremer maken. Dat ik denk, jee, maar duurste is 4200. Man, op een mafkees. 4200, dat is dus 10 keer zoveel als dat hij gekost heeft. Ja. 10 keer. Ja. Nou, sorry hoor, maar dan moet je echt je laten nakijken. Dan is er iets niet goed. Dan is ergens
Is opa ook je broer geweest een keer? En dat kan niet anders. Ergens in die genetische pool is ergens gepist of is cola geflikkerd. Die genenpool is besmet. Dat kan niet. Dat kan niet anders. Het is een gelimiteerde opgave. Dus op een gegeven moment, de prijzen zullen altijd blijven stijgen met dit soort gelimiteerde opgaves. Ja, daarom alleen, ja? Doe dat nou niet op de dag van release, weet je wel. Nee joh, echt niet. En kijk, prijzen zoals 4200 euro, dat is pas over 20 jaar of zo. Weet je wel? Dat je dan, ja joh, maar dat ga ik echt niet doen. Kijk, en dan is dit ding inmiddels ook vintage. En dan is het ook een rare item. Want er zijn er ook maar, ja, hoeveel bekkers waren er? 10.000 of zo? Nee? Meer? Geen idee. 19.000? Volgens mij wel. Jawel, volgens mij wel. Volgens mij heb ik dat ergens voorbij zien komen. Maar in ieder geval, als het inderdaad die 19.000 is, dan moeten we het dus met die 19.000 doen. Kijk, verder komt het dus niet. Ja. Hè? Nou, er gaan heel veel packs kapot. Let maar op. Er gaan mensen ermee de straat op. Die gaan Halloween vieren. Die gaan naar een beurs. Ik zie dus wel gebeuren dat straks, wat je dus op een gegeven moment had met laat bij Dutch Comic Con. Ik ben niet geweest, maar en ook op andere cons. Dat gewoon echt 80% verkleed is als live van Stranger Things. Hè? Als die Eddie en die Chrissy. Dat je straks gewoon de Dutch Comic Con loopt, dat er gewoon een paar honderd man met zo'n pack op hun rug loopt. Ja. Oh, bedankt, de mannen lopen allemaal als Buster en de dames die zijn allemaal als Wednesday. Ja, volgend jaar. Ja, dat denk ik wel. Ik vind er wel van. Ik heb die pack nu een paar keer gezien. Ik heb unboxing video's gezien. Een paar leden, waaronder Alexander, die dus ook leden, vervolgers op Facebook. Alexander die heeft hem ook. Die heeft hem helemaal uitgepakt. Die heeft allemaal foto's gestuurd en filmpjes gestuurd. Met alles erop en eraan. En dat is super, super dope. Ben ik ook heel blij mee. En als ik hem dan zie, denk ik wel even, oh fuck, hij is echt wel heel tof. Maar gelijk kijk ik daarna en denk ik, het is echt wel plastic. Het is echt plastic. Het is speelgoed. Het blijft speelgoed. Helemaal natuurlijk als je naar de achterkant kijkt. En dat is ook de reden dat ze die Alice frame er niet bij hebben gedaan. Dan is het geen speelgoed meer. Nee. Ik bedoel, ze kondigden het op die fanfest natuurlijk wel aan dat er metalen onderdeeltjes op zouden komen. Maar in principe hebben ze daar bij Hasbro volgens mij heel veel moeite mee. Omdat het dan, ik weet niet, volgens mij komt de veiligheid dan in het geding of zo. Ja, maar ik denk ook, zodra je met metalen partjes gaat werken. Maar ze beseffen nu ook van, ja, maar dit is iets voor volwassenen. Dat is het ook. Dat is het ook. En ik... Ja, weet je, kijk... Uiteindelijk is het inderdaad gewoon een plastic vacuüm, weet ik veel hoe ze dat maken. Ik denk een vacuüm. Ja, daar lijkt het wel op. Maar ik denk zelf dat jij straks op een gegeven moment... Kijk, onze packs, die van jou, die van mij, van de groep, dat zijn allemaal zelfgebouwde packs en die zijn redelijk hufteproef. Als daar wat van afbreekt, bijvoorbeeld stel mijn riser tower of mijn bumper breekt door midden. Dan is het een kwestie van demonteren, nieuwe bestellen, schuren, wat lakken en wat bijwerken. En er staat een nieuw op. Maar ga je met dit ding naar een beurs en iemand besluit om een snoekduik in jouw rug te doen en dat ding knapt door midden, is het afgelopen. Ja. Dan is het gewoon kapot. Dan kun je het weggooien. En dan is het net als al het andere speelgoed, kun je het gewoon weggooien. Want het knalt gewoon af. Je kan Hasbro niet... Hasbro heeft volgens mij al een dikke vette disclaimer erop gezet van... als er iets afbreekt, jouw eigen risico, prima. Ja? Oké. Okay. Kom niet bij ons aankloppen voor een nieuwe. Want we hebben gewoon de aantallen die gebackt hebben, dat zijn de aantallen die gemaakt zijn. Ja. Ja, daarnaast gewoon... Dus je moet het doen met het spul wat je nu hebt. Ja, en als dingen afbreken, jammer dan. Ja. Een stuk. En dat is met die van ons, onze bouwpakketten, zeg maar. Ja. De real ones, zeggen we dan maar eventjes. Ja. Is dat veel makkelijker te onderhouden. Ja. Ik denk op een gegeven moment, kijk als deze. En dat heb ik met die Spengler wand. Dat heb ik met de gewone Neutrino wand die ik van Mattel heb. En alles van Mattel, alles wat daar een keer, als dat iets aan stuk gaat, er breekt iets, een kabeltje, ben je gewoon het lul. Want je kunt het niet meer maken.
En dan moet je hem helemaal uit elkaar halen. En daar worden ze meestal niet beter van. Het is nog vast vaak ook nog gegoten. Dus dan is het dan helemaal aan elkaar klinkt het aan elkaar. En dan krijg je het gewoon echt niet meer los. Nou goed, de Haslab Pack. Nou, was dat voor jou een hoogtepunt van dit jaar dan? De Haslab Pack? Of zeg je van, er was nog wel andere dingen van Ghostbusters die dat gestopt hebben? Ja, er waren meerdere hoogtepunten, tuurlijk. Nou, noem ze dan. Ten eerste de aankondigingen van wat er allemaal komt volgend jaar. Ja, zoals komt er veel? Daar kreeg ik toch wel behoorlijk een zweet en naad van. Hè? Komt er een film dan? Zoals? Een nieuwe film. Toch wel. Een nieuwe animatiefilm. Een nieuwe comiclijn. Een cartoonserie op Netflix. Ja. Ja, dat is wel. Daar krijgen we toch een strakke plassen van met z'n ja, ja. Ja, jawel. Als dat geen hoogtepunt is, dat je dat moet aanhoren. Dat was echt super vet. Maar hoor je dus Hasbro, die komt dus helemaal met niks. Nee. Dat je denkt van, oh, waar gaan we naartoe? En dan komen Jason en Gil, die komen op het podium en die vertellen je dit. Ja. Wat ik nu net allemaal opnoem. Ja, dat is wel waar. Dat wordt toch helemaal gek? Ja, dat is wel waar. Ja. Dat is zeker een hoogtepuntje. Ik heb wel meer problemen. Natuurlijk, de pack, de Haslab pack is ook zeker wel een hoogtepuntje voor mij. Hij zit nog steeds in de doos. Ik heb hem niet uitgepakt nog. Goed zo. Gaat zeker wel gebeuren. Hoor. Nee, joh, tuurlijk niet doen. Dan zijn ze die niet gemaakt. Zonde. Nee, dit is net zoiets als met die Blitzway Ecto, weet je wel. Mm-hmm. Die kan je in de mailen laten, maar ja. Nee. Als je de mailen maar bewaart, weet je wel, dan is het... ja, dan is goed. Is het, ja, laat de mensen... dozen gewoon altijd bewaren. Precies, laat mensen niet merken dat je die doos niet hebt, want daar staat straf op, hè. Nou, ik denk, voor mij persoonlijk was het wel een van mijn hoogtepuntjes van dit jaar. Twee dingen waar ik echt heel blij mee ben, op Ghostbusters Dust Division gebied. Dat ik denk, ja, dat vind ik heel fijn dat dat gebeurd is. Dat is ten eerste de nieuwe leden. Er zijn toch een stuk of drie nieuwe jongens bijgekomen. Hey, nee, ho, spek, lieg niet. Vier. Drie jongens en één dame. Hè, laten we dat niet vergeten. Die zijn erbij gekomen, officieel nu. En officieel zijn twee... Arianus is er officieel bij. Phil is er officieel nu bij. Rick en Dave zijn officieel er nu bij. Terug. Ja. Ja, ja, die hadden de bon nog. Die hadden de bon nog. Die konden terug. Dus die konden nog ruilen. Dat vond ik heel fijn. Een beetje weer aan was. Vooral na twee jaar helemaal stilzitten met de corona. Waarin je eigenlijk gewoon niks kon doen. We hebben toen ook al een keer een podcast gezegd. Onze Leon, die arme jongen, die is gewoon twee jaar rookie geweest. Die is vervloekt, ja. Zo, die had zo'n vloek op zich hangen. Dus ik vind het wel heel fijn dat dat weer een beetje komt. Te komen nu door de Haslab Pack. Dat merk ik wel trouwens. Weer nieuwe aanmeldingen. Weer mensen van, kan ik nu ook Ghostbuster worden? Je bent het al, want je hebt zo'n ding op je rug. Dus, maar sommigen willen ook echt toetreden. Dus nou, vooral doen. wat ik echt ook heel tof vond dit jaar was de ontmoeting met Laura Summer. Ja. Dat vond ik echt heel tof. Ja, dat was echt. Dat was echt fucking awesome. Ja, wil je niet zo lang stil zijn? Ik dacht, god, zonder. Nou, ja, ik zat bij mezelf aan te denken: van jongen, waarom kom je er zelf niet op? Dacht ik. Ik denk, ja, tuurlijk had ik dat ook moeten noemen. Ik kijk al gelijk van een Ziggo'tje of van een KPN. Of die wifi-verbinding. Kut, ik heb mijn verbinding weer weggeflikkerd. Nee, maar ja. Ik stond mezelf aan na te gaan van hoe kon ik dat vergeten? Dat we inderdaad een Chloris Summer hebben ontmoet. Ja, ja, nee, ja. Daar word ik stil van. Dan verwijt ik dat mezelf. Ja, ja, ja. Ik zal het ook wat tegen Laura zeggen. Mark, was you alweer vergeting? nee, dat was wel echt heel tof. En ik vond dat mooi. Om haar te ontmoeten. Dat was echt heel tof. Dat was een superleuke dag. Lekker veel gekletst. Handtekeningetjes gehaald. Veel verhalen. En nog steeds een goed contact met haar. Dus dat is echt heel tof. En wat ik ook ontzettend mooi vond. Jij en Dave waren ermee. Jullie pretoogjes. Dat vond ik zo mooi. Ik heb daar zo van genoten. Laura zelf ook hoor. Die zei van jongens waren echt heel enthousiast hè. Ja, die waren echt. Echt enthousiast. Het was ook echt een hele happening. En weet je, de mensen om ons heen op dat moment, die hebben geen idee. Die hebben geen idee. Ja, die denken van, wij waren de enige die wisten wat er aan de hand was. Ja. En ik was weer net zo nerveus als met Aykroyd toen hoor. Het is echt, ja? Ja, zodra ik mensen die heel dicht bij het vuur zitten ontmoet, dan ja, word ik reet nerveus. Ja, oké. Okay. Ja, okay. Ja, enthousiasme hoor. Niet,
Niet dat ik in mijn broek schijt van angst of zo, maar gewoon gezonde spanning. Oké, dus heerlijk. Dus niet even van... Ja, dat misschien wel een beetje. Maar niet dat er een hele pannenkoek in je onderbroek zit, weet je wel? Niet, nee. Met stroop. Nee, joh. Ja, Laura Sommer. Laura Sommer, dat vond ik wel mooi. Ik denk dat heel veel mensen zich nu gaan afvragen... Hey, waarom noemen jullie nou niet de cons en dergelijke? De con of de cons? Ja, conventies. Nou, conventies hebben we niet heel veel gedraaid dit jaar eigenlijk. Hè? Alleen niks eigenlijk. Ja, jullie hadden leuke uitstapjes met... volgens mij met het... Against Cancer, vind ik een heel mooi evenement altijd. Ja, we hebben wel leuke uitstapjes gedaan, maar we hebben geen... Met de release van Spirits van Least bij Toy Champ vond ik ook altijd leuk. Ja, dat was ook heel leuk. Ja, was er zelf niet bij, maar... Ik ook niet, maar het zag er wel heel leuk uit. En als ik de verhalen van de jongens hoor, dan smaakt dat naar meer. Dus dat zit ook wel goed. Maar echt beurzen hebben we niet gedraaid dit jaar. En Dit is Comic Con, dat was echt helaas. Ja, dat is een samenkomst van rampen geweest. En, ook volgend jaar weer. En ja. En we hebben nu dan weer allerlei dingen lopen en inschrijvingen staan voor van alles en nog wat. Dus we gaan het beleven. En de eerste komen alweer in eind februari, begin maart of zo. Dus dan rolt het wel weer lekker door. Hou vooral onze Facebookpagina in de gaten. Zodra wij dingen echt rond hebben, mensen, dan zetten we het daar ook op. Want ik hoor wel vaak dat mensen zeggen van... we willen graag daarheen, maar dan weten we nooit of jullie er zijn. Dit jaar is geen wonder, want dat wisten we zelf amper. Maar vanaf volgend jaar hebben we wel weer meer grip op dingen. En dat we zeggen, oké, maar daar staan we. Dus zodra ik dingen echt rond heb... Dan zet ik ons ook daarop. Een soort tourdates. Nou, dat kennen we op zich wel maken hoor. Gewoon een overzichtje met overal waar we zullen zijn. Nee, de komende. Zijn, ja. Waar wij on tour zijn, dan wel lijfelijk en feitelijk. Nou, hartstikke mooi. Ghostbusters, dus kom naar je toe deze zomer. Ja, met leuke, van die strakke rockies gaan we dan. Woep, woep. Woep. Nou goed, maar verder. Spirits Unleashed, dat was ook wel een dingetje. Ik hoor je het elke keer omheen lullen, maar ga er maar gewoon erover. Zult het gewoon doen? Ja, ik heb er enorm naar uitgekeken. Ik denk dat Spirits Unleashed... Wat een feest was het toen het uitkwam. Nou, ik denk dat je als je... als je op Ghostbusters gebied 2022 moet samenvatten, kun je zeggen, kijk naar Spirits Unleashed. Je verheugt je er enorm op. Het komt uit. Je bent helemaal woe. En aan een dag van denk je... Hé? Is dit het? En dan komt de grote baas die zegt... Wacht maar hoor. We gaan het nog maken. Het wordt nog leuker. Dan denk je... Oké, grote baas. Laat maar zien. Maar nee, ja, leuker. Maar dat is dan hun taal voor... We gaan het zo hard verneuken dat je er nou echt niks meer aan vindt. Ja. Het is op een gegeven moment... Je hebt die fase van... Waar zijn ze nou mee bezig, weet je wel? Maar we zitten nu in een fase van... Ja, waar zijn wij nu eigenlijk mee bezig? Ja, nou ja, ik begin nu... ze hebben dan nu dat tenure-systeem erin gegooid. Ik weet niet of we dat de vorige keer benoemd hebben, nee, maar anders... Nee. Hè, je kunt tot level 100 levelen en dan ben je klaar. En ze hebben het nu erin gebouwd. Dan kun je dan zeg maar met behoud van alles wat je unlocked hebt... Aan gear en shit kun je dan weer naar level 0... En dan kun je, of 1, of net begin op 11. En dan kun je weer helemaal overnieuw beginnen en dingen vrij spelen. Nou, hartstikke leuk. Moet je doen, denk je. Waren het niet dat zij dus nu in hun oneindige wijsheid dat spel zo gepatcht hebben. En zo genurfd hebben. En niet alleen genurfd, maar ook allerlei dingen hebben aangepast wat niet aangepast moest worden. Dat je dus nu een spel hebt wat nagenoeg onspeelbaar is. Want ik heb het... dit lul ik niet. En jij was getuige... Ik was voor mij level 71 en Mark die was een leveltje hoger en die levelde steeds door. Jij bleef hangen. En wij speelden gewoon samen, dus dan zou je verwachten, dan trek je samen op en dan ben je... Maar op een gegeven moment, Mark was 4 levels verder en ik was nog gewoon level 71. Toen heb ik op een gegeven moment ben ik in en uit gelogd, toen telde ze een aantal levels erbij, maar ook niet alles. En op een gegeven moment was ik gisteren... Toen ik afsloot was ik level
81 toen ik afsloot. Denk ik, oké, dat is een mooi level. Ik ga stoppen, ik heb geen zin meer. Vanmiddag kwam ik thuis van mijn werk. Ik heb vakantie nu. Dus ik dacht, nou, ga even een rondje doen. Even, lekker man. Soms heb je gewoon zin om je dood te ergeren. Dus je denkt, ik ga het spel doen. En ik zet hem aan. En ik ben prompt weer level 79. Ik denk, hoe komt dat nou? Ik ga nu achteruit. Ik durf niet meer aan te zetten straks, hoor. Want dan straks ben ik level 3. En, oh, kut. Ben helemaal vernieuw. Maar, en ze hebben gewoon heel veel dingen verkeerd gedaan. Heel veel dingen zijn teleurstellend. En dat vind ik jammer. Ik merk het ook aan de jongens om ons heen. Hè. De vaste club waarmee we spelen. Daar is niks meer van over. Want iedereen haakt af. Nee. Begrijp ik. Ik ben mezelf. Ik krijg het van mijn vriendin wel eens te horen. Die zegt, wat ben je zelf nog aan het aandoen om dit nou nog weer door? Ik zeg, ik wil even die level 100 halen. Even die laatste twee contractjes die ik nog moet. Die moeten af. Wat niet kan. Want één is zo bugged als ik weet niet wat. Die krijg ik niet eens klaar. En dan. Ik zeg, dan is het klaar. Dan ben ik. Dan zie ik het wel. Ik bedoel, ik ben nu level 79. Nou ja, straks ga ik nog even verder. Dan ben ik level 50. En level 34 en zo. En zo. Echt. Ik kan me nog een aflevering herinneren dat we tegen elkaar zeiden van. laat het niet sukken, weet je. Of laat het niet zoals vrijdag de 13e. Ja. Ja. Dus wel. Ze doen het weer. De geschiedenis herhaalt zich. Ja, ze doen het weer. En het mooiste is, wat ik echt bizar vind. Sorry jongens. Ze gooien hem in de patch. Ze verneuken alles en zeggen, hey, we hebben vakantie. En er is gewoon helemaal niemand van de helpdesk nu. Niks. Je kunt... Ze zijn op vakantie, je kan ze niet bereiken. Nee. Hebben helemaal niks. Als ze een patch hebben gedaan, dan hebben ze... Ja, ik denk dan van, nou, dan is heel de firehouse versierd met kerstmannetjes niks, en kerstboompjes nul, helemaal en lampjes. Niks. Nee. Maar gewoon helemaal niks. Ik denk dat... voor mij is dit... Het allerergste komt nog. Nou, voor mij is dit een teken aan de wand, Gabby. Voor mij is dit een teken aan de wand dat ze eigenlijk wel al klaar zijn. Dat ze hebben... Weet je, ze vinden het... Oh, fuck, laat maar gaan. Ze hebben een... Ze hebben die kerstpatch. Elk spel wat ik speel. Ik speel een aantal games, weet je wel. Die allemaal met dailies en zo werken. Red Dead werkt met dailies. Star Trek Online werkt met dailies. Ja. En die dus hebben thema's. Allemaal het kerstthema nu. In Red Dead sneeuwt het. In Star Trek heb je Winter Events. En in Spirits Unleashed zeggen ze... Wij hebben vakantie. Maar weet je nog wat nog eens ergens is, Dre? Kijk, wij spelen hem op de PlayStation, niks aan de hand. Je kan hem op de Xbox spelen, niks aan de hand. Ja. Maar als je hem op de PC speelt en je hebt hem gekocht via Epic Games... Oh, dan ben je dus gewoon fucked up. Want ze hebben die patch die ze dus laatst hebben, waar jij het dus net over had. Dat ze zo lopen nerven. Ja. Mensen op de PC kunnen niet eens meer inloggen. Die hebben die autorisatie niet eens meer om het spel in te komen. Oh, wat erg. En hun zijn met vakantie. Ze zijn op vakantie. Is dat een naaistreek? Dat is naaien. Zo, zonder dat je bukt. Dat is nog het ergste van alles. Dan word je echt genaaid zonder dat je bukt. Nou heb ik hem gelukkig niet op mijn laptopje staan. Nee, maar het zal je maar gebeuren. Op de PC. Het zal je maar gebeuren dat je een paar weken vakantie hebt. Zo, lekker even Spirits Unleashed. Ja, ik kom er niet in. Ja. Wij hebben vakantie. Maar hoe kan je dan op vakantie gaan en dan gewoon nog met baanbehoud terugkomen? Weet je? Nee, ik heb geen idee. Dan moeten mensen ontslagen worden. Ik denk straks, als zij terugkomen van vakantie, dat ze lekker uitgerust zijn en binnen 5 minuten totaal in de stress als ze zien hoe leeg die servers zijn. Wat mij nu opvalt, en dan ga ik stoppen weer, want dan hebben we het weer over Spirits Unleashed. Is dat die servers zo leeg zijn. Ja. Als ik een potje wil doen met jou samen, we doen een potje quickplay, hè, dat is met andere spelers online, dan zitten we zo 5-6 minuten in de wacht. Ja. En dat was eerst 15 seconden. Ja. En nu 6 maar minuten. Maar dat waren dus ook heel veel PC-spelers. Ja, hè, die zijn die weg. Die komen er gewoon niet meer in. Nee, die komen er niet meer in. Die komen er niet meer in. En ik vraag wel eens rond, weet je wel, in de groep waarvan ik weet die het spelen. De meeste, joh, ik ben klaar, ik heb het wel gezien, ik vind het wel prima, ik kap ermee. Ik moet nog 1 achievement of 1 zo'n... trophy voor Platinum. Dat ga ik dan proberen nog even. En dan die 2 contractjes in level 100. En dan denk ik dat ik ook zeg van joh, ik vind het wel goed zo. Ik parkeer hem en als er weer wat nieuws is, dan hoor ik het wel. Ja. En dan... We gaan nadat we hier hebben afgesloten, gaan we er weer aan. Ja, tenminste, ik wil het ook meemaken met die levels, wat jij net zei. Ja, maar jij hebt er geen last van. Ik wel. Zo. Nee. Ja, ja. Nee, ja, goed. Maar goed, dat dus. Ik wens Ilvonik een hele fijne kerst. Ja, Ilvonik, bedankt, hè. Zo. Bedankt. Nou, ja. Inderdaad, bedankt, hè. Bedankt, hè.
Nee, dingen waar ik naar uitkijk in het nieuwe jaar zijn wel de Blitzway Afterlife Acto. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ja. Weinig van bekend nog, hè? Helemaal niks eigenlijk. Geen fotootje en nul. Dat zal weer vertraagd worden, joh. Ja, joh, die wordt mega vertraagd. Ik hoop volgend jaar weer wat lekkere, leuke kleine dingetjes te kunnen scoren. Gewoon leuke Ghostbusters merch, waar ik blij van word. Waarvan ik, ja, dat wil ik hebben. Daar word ik gelukkig van. Ja, kwam heel veel boeken uit. Het kookboek kwam uit. Het kookboek, die ga ik oud en nieuw, die ga ik in ontvangst nemen. Die Dimensional Crossrip kwam uit. Ik weet wat je bedoelt. Ja, dat is. Die klopt. En Maar volgend jaar, ja, Joost mag het weten. Ik heb. Wat je ook krijgt. Hasbro laat niks weten. Dus. Ze hebben wel gezegd van er more to come in 2023. Ja. Dus ik denk dat we volgend jaar pas aankondigingen krijgen. Ik ben heel benieuwd. Voor 2024. Nee, precies. Ik ben wel heel benieuwd trouwens. En dat misschien ook dan is wel interessant voor de luisteraars. Ik ben wel heel benieuwd of het gaat lukken om Afterlife in december 2023 eruit te persen. Want er is nog niks. Jij bedoelt Firehouse? Firehouse, ja. Ja. Nou ja. Ja, we zeiden het de vorige afleveringen wel. Het enige wat nu zeker is, is dat Gil Keenan het gaat regisseren. Ja, met McKenna Grace is aangekondigd. Ja, inmiddels Trevor ook. Hè? Trevor dus ook. Finn Wolfhard zit en er dingen, nu ook in. En dingen, ook, en dingetje ook. Hoe heet die? Paul Rudd, toch? Paul Rudd ook? Ja, volgens mij wel. Ik weet niet hoe Logan Kim erin staat. Maar die hoop ik juist dat hij erin zit. Dat vind ik toch wel een tof man. Ja, vind ik een leuk manneke. Die moet er eigenlijk wel bij. Dat, ja, ik denk dat een van de zekerheden is, hoor. Ja, Lucky twijfel ik aan. Ik denk, ja, dat is... Nou, ik heb het toen al gezegd bij de review, volgens mij, van de film. En nog steeds dat ik denk, ja, ik vind dat wel leuk, maar ja. Het is zo'n wegwerpkarakter. Van, ja, oké, ze is erbij en leuk en... Ja, ik denk dat zij in Somerville achterblijft en wij niks meer van haar te horen zullen krijgen. O'Connor heet ze van de achternaam, toch? Celeste O'Connor, ja. Celeste O'Connor. Ja. Ja, ik heb nog niet van haar weer gehoord. Kun je nagaan, ik weet haar echte naam niet eens. Dus kun je nagaan hoe betrokken ze erbij is. Ja, precies. Wat je zegt, ja, het is heel, heel weinig, maar misschien bewust, hoor. Misschien wel. Bewust. We hebben wat inside information gekregen. Dat ze er wel mee echt heel erg druk mee bezig zijn. Ja. De Firehouse in L.A., het interieur. Ja, dat is zo. Is helemaal opgeknapt. Ja. En klaar voor filmen. Volgens mij zijn ze ook klaar met filmen, heb ik het idee. Ik weet het niet. Ik bedoel, zoiets is zo gedaan, toch? De rest van de shots gebeurt in studio's. De echte actieshots, actiescènes gebeuren in studio's. Ja, daarom. Ja, dus dat... Ja. Dat is de Hollywood magic. We zullen het zien. Ik ben wel heel benieuwd. Ik hoop dat het lukt. Dat zou tof zijn. En 7 november ben ik jarig. Dus jongens, doe hem dan in de bio. Een beetje in. Ja. Valt nu op een vrijdag. Geen idee hoe het ook valt, joh. Gewoon lekker doen. Gewoon doe schek. Goed. Ja. Ik denk dat dit wel leuk genoeg is. Ik denk niet dat Ghostbusters Firehouse, dat ook de... definitieve titel wordt. Nee, het is de working title. Nee, het is de werktitel. Net als Rust City, voor Afterlife. Ja. Dat komt allemaal nog. Maar goed, ik denk dat we een beetje op het verkeerde been zijn gezet door corona. Ook omdat je nu Ghostbusters Better Life. Better Life, ja. Ja. Maar ik denk dat... Ik wou iets heel grappigs zeggen, maar toen schoot het... was ik wakker kwijt. Geef het niks, was waarschijnlijk toch niet leuk. Maar ik denk dat wij een beetje verpest zijn. Of verpest, niet verpest... op het verkeerde been zijn gegooid door corona. Want op een gegeven moment, toen Afterlife werd aangekondigd, de teaser, en toen kwam corona tussendoor. En daar zit 2,5 jaar tussen, zo'n beetje. Ja. Maar dat is niet de normale gang van zaken natuurlijk. Als een film wordt aangekondigd, is meestal... kijk, zoals nu ook Guardians of the Galaxy, weet ik veel hoeveel, deel 3... die komt in maart en de eerste trailer was net een paar weken geleden uit, weet je wel. Of in mei, wanneer komt die ook maar... daar zit veel minder tijd tussen. Dus het kan best zijn dat wij begin april, mei, juni of zo ergens een teaser krijgen. En dat hij inderdaad gewoon in december gewoon in de bioscoop rolt. En dan, daar is die weer. Kennen we weer. Ik verwacht
Ik verwacht wel een teaser. Hm, maar niet zo'n teaser als die we toen kregen met Afterlife. Nee. Surprise teaser. Nee, dat... Die dat uit de out of the blue ineens online kwam. Nee, dat niet meer. En sowieso, kijk, mensen toen... We hadden allemaal de... What the fuck? Weet je wel, wat is dit, joh? Niemand had door dat er gewerkt werd aan een sequel. Niemand. Niemand had, precies. En nu wel, hoop ik. Ja. Hoop ik. Dus mensen, het is geen verrassing meer. Dus mensen hoeven niet meer overgehaald te worden. Ze moeten gewoon weten dat het weer komt. En dan is het gewoon goed. Ja. Yeah? En ja, klaar. Kijk, en met Gil Keenan is de film gewoon in goede handen. Ja, toch? Ik dacht en, wel. En Jason Reitman heeft ook nog steeds vingertje in de pap als producer. Daarom. Dus wat jij al zei, het is in goede handen. Ik heb er alle vertrouwen in. Die gasten die weten waar ze het over hebben. Die weten precies hoe ze films moeten maken. En die weten precies wat de liefde van Ghostbusters... Die weten precies wat wij willen zien. Ja, tuurlijk. En that's it. En tot die tijd, ja, weten we niks. En moeten we gewoon wachten. Ja. Zit niet zo. Maar net als dat je van Ghostbusters Firehouse noemt. Als je daar weinig van hoort. Hoor ik net zo weinig als van die animatiefilm. En van die Netflix-serie hoor ik ook niks. Ook niks. Allemaal stil. Ik denk, ja, dat had ik wel. Niet eens van de comic, die Black Horse comic line. Of jij zit meer in de comics dan ik. Niks. Misschien dat jij wat meer kan vertellen over die comics. Nee, niks. Helemaal niks. Er is niks van bekend. Maar er is helemaal niks. Nee. Het lijkt wel alsof Firehouse de enige zekerheid is die we hebben op dit moment. Van al die aankondigingen. Dat gevoel. Ik denk, het zal toch niet zo zijn dat ze dat ja, geen nieuws is goed nieuws natuurlijk. Maar dat ze dadelijk zeggen van, ja, we doen het toch niet. Yeah. Dat is te duur. We're not going to do it. Ja, hè? Zou je gebeuren, godsamme. Nou, dan gaan er... Ja, dan gaan er ruit uit. Ik weet niet waar, maar dan gaan er ruit uit. Nemen. Ja, zelfs als ze zes hoog worden. Zelfs dan wonen ze zes hoog. Nou ja, goed, we zullen zien. Maar goed, we hebben goede hoop voor het nieuwe jaar. We hopen op leuke dingen. We gaan in ieder geval weer... Absoluut. De Ghostbusters Dust Division gaat weer meer op pad. Dus daar zien jullie ons wel weer. En tot die tijd, jongens. Ja, ik denk dat we wel klaar zijn. Ik denk dat we gewoon lekker... Ja, even één dingetje nog. Het is een beetje een kerstspersel. Dus hoe ziet jouw kerst eruit over twee dagen? Eén dag. Buikloop. Buikloop, denk 40 ik. Graden koorts. 40 graden koorts, buikloop. Nee, heel simpel. Wij vieren het heel, heel, heel beperkt. Gewoon met ouders en... Ja, gewoon lekker met familie. Gewoon met familie en dat is het. Eerste en tweede kerstdag. En oud en nieuw, dan gaan we weer de traditie hoog houden van een frikandelletje om 12 uur. En dan Ghostbusters 2. Hoppa! En een Glenfiddich. Hoppakee. En wat zei je? En de Glenfiddich. Ja, jij wel, ik niet. Dat is toch limonade? Nee. Dat is toch limonade? Jezus. Daar is limonade. Ik dronk het als limonade. Ja, dat wel. Zo. En hard. Dat ging erdoor. Nee. Maar het wordt weer een fantastische uiteinde. Ja. Ik hoop dat iedereen... Ik denk dat we het zo gaan afsluiten. Mensen, bedankt voor alle steun, ondanks alles dit jaar. Het was een beetje rommelig. Het was rommelig. Het was een rommelig Ghostbusters jaar. Het was een rommelig jaar voor ons. Het allemaal weer jezelf hervinden na twee jaar niks doen. Maar we blijven podcasten met z'n allen, jongens. We blijven podcasten en dat komt allemaal goed. En ik besef me net, wij zeiden dat we helemaal geen cons hebben gedaan. Maar we hebben wel een con gedaan in maart natuurlijk, dus Comic Con. Die hebben we wel gewoon gedaan. Ja. Maar ja, goed, die vond ik ook niet zo. Maar daar hebben we ook een hele podcast samen met Leon aangewijd toen. Dat ik het allemaal wel wat druk vond en wennen vond. En nou ja, goed, dat. Maar goed, in ieder geval allemaal bedankt voor jullie steun. Ondanks alles, ondanks de rommeligheid, ondanks de chaos, ondanks alles. Dat jullie toch gewoon lekker nog blijven luisteren naar deze podcast die eigenlijk al maandenlang nergens meer over gaat. We hopen jullie allemaal... in het nieuwe jaar weer te zien, te horen, dat jullie even een berichtje schrijven. Dat vinden we leuk. Dat meen ik oprecht. We vinden het leuk dat we in contact met jullie komen. Kom eens langs op een beurs, op een evenement. Zoek eens contact. Lekker Ghostbusters kletsen. Allemaal prima. Heel gezellig. En ook natuurlijk de steun voor deze podcast nogmaals.
Jullie kunnen ons vinden op YouTube, op Audiogeeks, op Spotify, op Facebook. We zijn eigenlijk overal wel. Ook, hè, als je ons nodig hebt, dan zijn we er. Als je ons niet nodig hebt, zijn we er ook. Ja, bedankt allemaal. Mark en ik, wij samen, namens alle leden van de Ghostbusters Division, wensen jullie een hele fijne kerst. Een fijn, gelukkig nieuwjaar. Gezond nieuwjaar. Lekker cliché. En dat het volgend jaar allemaal, voor ons allemaal, een klein beetje beter mag zijn. Dat zou heel fijn zijn. Toch? Hebben we iets om de glazen te klinken? Nee, ik heb een leeg kopje thee. En dat is al... er zit een halve slok in. En dat is steenkoud. En dan ga ik echt niet naar binnen proppen. Want dan ga ik kotsen. Kijk, dat is een echte kerstspecial. Dat is een echte kerstspecial. Nou, koude thee. Je doet het er maar mee. Lieve mensen, allemaal... Koude thee en buikloop. Koude thee en buikloop. Lieve mensen, wij gaan afsluiten. Bedankt voor het luisteren naar deze korte kerstspecial. Wil je een keer meedoen met dit? Laat het weten. Ik weet... We zeggen dat vaker, maar dan melden mensen zich aan en dan krijgen geen gevolg aan. Het is altijd leuk als je een keer mee wil kletsen, ook al is het heel kort, dan kun je altijd even inbellen en weet je wel op Discord, want dan nemen we het op. Dus dat komt allemaal goed. Nou, lieve mensen, bedankt voor het luisteren, fijne dagen en tot in het volgende jaar. Tot ziens. Doei. Doeg. Doei. Doei. Hoppa.